Drie dagen na de fatale brand waarbij een nooduitgang ontbrak, kunnen alle bewoners weer hun huis in en uit. Eerst was er al een noodtrap en sinds vanmorgen is er ook weer een lift. Ja, we zijn echt gelukkig. Anders moeten we de trap oppakken, boodschappen en de kinderen. Dat is echt moeilijk. Hoe is de sfeer nu in de flat? Een beetje naargeestig, maar dat kwam vooral omdat we door die zwarte verdingers de trap op en neer liepen. En dat was natuurlijk een beetje weinig licht. Het trappenhuis wordt dit weekend schoongemaakt. Medewerkers van woningstichting Vivare doen huisbezoeken. En er is een brandwacht aanwezig om bewoners gerust te stellen. Blije bewoners in die zin, die vinden het fijn dat we er zijn. Met name ook in de nachturen, ze kunnen rustig slapen. Het pand wordt permanent bewaakt van binnen en van buiten. Dus we lopen om het gebouw heen en we steken binnen door en bewaken het trappenhuis. Toch zijn veel bewoners er nog niet gerust op. Er is een handtekeningenactie gestart voor onder meer een brandtrap en een goed brandalarm. Ze moeten gewoon echt de problemen oplossen. Ze hadden geen sprinklersysteem of wat dan ook in de entree. Iedere keer de grof afval, ook naast de ingang, nu dan in de entree. Dus ja, dat moet gewoon aangepakt worden. Naast de angst is er ook nog het verdriet om de 4-jarige jongen en zijn vader die bij de flatbrand omkwamen. Nog steeds worden er bloemen en knuffels gebracht.